Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Michael Van Nieuwenhuizen. Ik ben 37 jaar en woonachtig te Hulste, een mooie deelgemeente van Harelbeke. Ik ben trotse papa van Lucas, zoontje van 3,5 jaar. Ik was tot voor kort schepen van sport, jeugd en personeel in Harelbeke en ben momenteel diensthoofd sport. Ik sta op de vijfde plaats voor het Vlaams parlement. Mijn hobby's zijn piano en gitaarspelen. Ik lees graag een goed boek als ik er nog tijd voor vind. En ik ben zelf ook actief sporter. Ik doe aan het triathlon. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, het is zo dat ik de gemeenteraadsverkiezingen al een aantal keer heb deelgenomen. En ik heb ooit beslist om. Eigenlijk in de politieke, en de gemeentepolitiek te stappen, omdat ik zelf niet langer in, langs de zijlijn wil blijven staan. Ik wil zelf het initiatief in handen nemen, dat is ook een beetje hoe ik zelf in elkaar zit. En uiteindelijk beslist om deel te nemen aan de lokale politiek. En daar heb ik wel gemerkt dat ik heel wat heb kunnen realiseren, concrete realisaties verwezenlijken. En dat wil ik eigenlijk graag ook nu proberen op het Vlaams niveau, om ook daar mij volledig voor in te zetten. En een van mijn eerste ideeën toen ik startte als schepen van sport was dat ik, wil een aantal, ik wil met een bepaalde visie wil starten. En mijn visie was dat we zoveel mogelijk willen realiseren voor sporters, maar goed omkaderde sport te geven en ook sport zo laagdrempelig mogelijk maken, zodat uh, zoveel mogelijk Garelbekenaren eigenlijk kunnen uh, starten met sporten. We hebben onder andere een aantal outdoor fitnessparken gerealiseerd um, en daar zijn we heel trots op, want dat wordt nu heel vaak in gebruik genomen. We hebben een Finse looppiste die vaak wordt gebruikt. We hebben een nieuw subsidiereglement uh, in Leven geroepen die eigenlijk ervoor zorgt dat sportclubs um, die eigenlijk, uh, uh, um, gediplomeerde trainers hebben, dat die die eigenlijk, dat die meer ondersteund worden en ook meer subsidies krijgen. Dat zijn allemaal zaken die, we, die ik heb kunnen verwezenlijken in Harelbeke en dat zijn uh, zaken die mij er ook toe hebben aangezet om ook verder te doen in de politiek. Welke quote heeft u gekozen? De code die ik heb gekozen is politiek met gezond verstand, hashtag gewoon doen. En de reden waarom ik dat gekozen heb, is eigenlijk omdat ik zelf uit een gezin kom waar dat de waarden, respect en politiek of gezond verstand hoog in het vaandel worden gedragen. En dat is ook hoe ik in het leven sta, hoe ik doorheen mijn leven alles al heb gedaan met een portie gezond verstand. En dat is ook de manier waarop ik in de politiek wil verder gaan met een gezonde dosis gezond verstand. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Politieke voorbeelden heb ik niet echt. En dat is eigenlijk omdat ik vooral mezelf wil zijn en mijn eigen ding wil doen in de politiek en me niet zozeer wil spiegelen aan andere politici. Maar als je vraagt van welke namen heb je dan toch in je achterhoofd, dan zou ik zeggen Bart Somers en Bart Tommelijn. En de reden is eigenlijk omdat dat twee mensen zijn die enerzijds al veel verwezenlijkt hebben in de politiek, Um, maar die ook um, op een manier staan en communiceren die altijd recht is. En dat vind ik wel heel belangrijk. En vandaar dat ik dan, als ik dan toch namen moet noemen, dat ik de twee barten zou nemen, wat zijn uw politieke interesses? Ik was schepen van sport en van jeugd, dus dat is, dat is een evidentie dat die twee al ertoe behoren. Um, ik ben zelf een actief sporter en uh, ik. Ik pleit voor meer uh, infrastructuur die over de gemeentegrenzen heen gaat. We zijn daarop vandaag al uh, goed mee bezig, maar ik denk dat het nog een stuk beter kan. Um, en een tweede zaak is ook een betere omkadering voor topsporters. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ook wat jeugd betreft, ik ben als schepen van jeugd uh, op bezoek geweest bij alle jeugdverenigingen bij ons in onze stad. En het is ongelooflijk hoeveel informatie je eigenlijk haalt uit de jeugd. Um, die zijn niet te onderschatten. Ik denk dat die nog te vaak worden onderschat. Die hebben heel wat kostbare info. En uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is op, op, het, op een hoger niveau. En mijn bedoeling is eigenlijk ook, mocht ik in het Frans parlement geraken, om met hen terug in, in, in discussie te gaan en in debat te treden en op bezoek te gaan naar verschillende jeugdverenigingen. Dat zijn twee uh, zaken waar ik uh, heel veel belang aan hecht, sport en jeugd, maar andere zaken zijn ook mobiliteit. Ik ben heel vaak onderweg met de fiets en economie. Dat zijn de vier punten die ik toch zeker en vast wel uh, nauw aan het hart draag. Ik denk dat het op vandaag heel gevaarlijk is in heel wat steden um, om met de fiets te rijden. En ik spreek uit ondervinding, want ik, als ik met de fiets naar het werk ga of als ik met de fiets ga trainen, dan, um, ja, dan, dan gebeurt het vaak dat ik net niet omver word gereden door een auto. En ik denk dat het belangrijk is dat we um, meer voorzieningen voorzien voor fietsers, ook voor uh, jonge fietsers. Want we hebben uh, in, in heel veel steden en gemeenten scholen die in het centrum liggen. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar de auto en de fiets gaan. Zoveel mogelijk scheiden, maar ook de auto niet bannen uit de centra. Want ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is: dat, um, dat er een gezonde mix is. En ik denk dat, denk dat er daar nog heel wat uh, werk aan de winkel is. Wat kan er anders en beter in de politiek? Dat is ook deels waarom ik zelf in de politiek ben gestapt. En ik denk dat dat iets is die uh, al heel veel mensen gezegd hebben dat, dat politici niet meer luisteren naar de kiezer. Maar ook niet naar elkaar. Er wordt nogal vaak uh, tegen elkaar of naar elkaar geroepen en uh, naast elkaar gesproken, maar niet echt meer geluisterd. En wat ik zelf heb ondervonden in de lokale politiek, is dat je als je in overleg treedt met elkaar, uh, dat je heel veel meer kunt realiseren en verwezenlijken. En oké, okay, dan moet je misschien een keer uh, andere mensen laten scoren en, en politici van andere partijen laten scoren, maar uiteindelijk is het in het belang van, u, van uw kiezer, van de, van de bevolking. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat is één van de redenen waarom ik in de politiek ben gestapt. Dat is ook de manier waarop ik mijn schepenambt heb uitgeoefend. En dat is ook de manier waarop dat, waar, dat ik in het parlement zou willen uh, verder werken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb eigenlijk mijn pedalen van mijn koersfiets, van mijn tijdredfiets meegenomen. Um, het zijn, ja. Gewone pedalen zoals dat iedereen die geeft, denk ik. Lookpedalen, koerspedalen. En de reden waarom ik die eigenlijk heb meegenomen is omdat ik zelf een actief triatleet ben. Ik doe triatlon in competitie. En uiteraard, als je wel aan de eind meet moet je trappen, moet je doorzettingsvermogen en karakter tonen. Dat is iets die toch in, in, in triatlon toch zeer veel aan bod komt. En uh, dan heb je je pedalen nodig, dan moet je kunnen doortrappen. En ik denk dat dat iets is dat je niet alleen in de sport nodig hebt, doorzettingsvermogen en karakter. Maar ook in de politiek. Als je iets wilt bereiken en als je ergens iets wilt verwezenlijken, dan moet je er blijven voor gaan en blijven karakter tonen en je niet zomaar van je, van je stuk laten afleiden. Dus vandaar die pedalen. Ik denk dat dat een beetje de link is met de triathlon, het doorzettingsvermogen en het karakter, dat je in beide moet tonen. Enerzijds, maar anderzijds is het ook zo dat triatlon een sport is waarbij je heel veel mensen tegenkomt van allerlei nationaliteiten, maar ook van Allerlei karakters, waarbij je moet met veel verschillende mensen omgaan. En dat is in de politiek ook zo. En ik denk dat daar ook nog een, een, een gelijkenis is, die treffend is: dat je met heel veel mensen in contact komt en dat je ook met heel veel mensen moet kunnen omgaan. En ik denk dat dat het leuke is aan Triathlon, maar ook aan politiek.